Welkom bij de Total Body Workout van deze week. Vandaag even in mijn tuin. Vandaag hebben we gewichtjes nodig. Ik heb zelf geen dumbbells, maar wel deze 1 kilo schijfjes. Als je dat niet hebt, dan kun je wel bijvoorbeeld 2 flesjes water even vullen. 2 van die flesjes, dan gebruiken we die straks tijdens de armen. We gaan vandaag focussen op core en op armen. Dus we gaan eerst even beginnen met een beetje conditie. We gaan om en om even uitstappen in een squat. Dus we gaan laag en midden. En laag en midden. Goed je gewicht in je hielen. Laag en op. Laag en op. Uitademen. Om het iets zwaarder te maken, breng je armen mee omhoog. Op. Laag. Acht, nog 7. Goed uitademen, nog tuit de lippen, nog 4, 3, 2. Oké, okay. Dan kom je even zijwaarts staan, je linkervoet voor. Breng je rechterknie, breng je op, op. Zorg dat je kort afzet achter. Dus je gaat niet je gewicht erop zetten. Want dan raak je uit je mojo. Voet je knie op. Voet je borst op. Je buik in. Schouders naar achter. Kin op. Nog 8. 7. 6. 5. 4. En hou dan je voet achter. Zet die voorste voet nog wat verder. Breng je handen aan de grond. Ga je achterste knie buigen. En dan buig je 3 keer en dan zet je af. Kom je even op je standbeen staan. 1, 2, 3, zet af. Laag, 2, 3, zet af. Zorg altijd dat je knie boven je hiel is en je gewicht in je hiel blijft. Dus kijk of je je tenen kan optillen in je schoenen. En nog 8 keer. 7. 4. 3. 3. Oké, stap nu terug naar een hoge plank. Zet je schouders boven je polsen, duw je hielen weg. We gaan hier een kleine dip maken. Dus je komt een beetje naar de zijkant, laat je heupen zakken naar rechts en naar links. Naar rechts en naar links. Acht, 7, 6. Dus voel die core spieren links en rechts aanspannen. Oké, nu loop je terug. Je handen richting je voeten. En dan weer naar voren. Hop, en weer terug. En weer naar voren. Hop, terug. Doe die buikspieren sterk. Zorg dat je helemaal met je billen naar beneden komt. Blijf doorgaan.
4 keer. Nog 3. Twee. De laatste. Oké. Kom weer rustig omhoog. Trol jezelf omhoog. En ga maar op de plaats en even een dribbeltje. Het ligt op je voeten. Beweeg je schouders mee. En adem. Nog 8. Dan doen we het rondje weer naar de andere kant. Oké, dan doen we om en om squat. Stap uit en midden. Stap uit en midden. Goed je gewicht in je hielen. Nog 8, 7, 4, 5. Draai je de andere kant op. Breng je de rechtervoet voor de linkerknie op. Zodat je kort afzet, meteen terugbrengt. Hoog met die knie. En je borst op, schouders naar achter, buik in. 8, 7, gewicht in je hiel, 4, 3, 2, en breng je voet achter, plaats je handen hier aan de grond en buig hier je achterste knie. Dus zorg weer dat je je tenen kunt optillen in je schoenen of kunt optillen van de grond. Je handen zijn bij je hiel. Diep die achterste knie buigen. En zorg dat je achterste tenen ook recht naar voren wijzen. Als ze naar opzij, dan doe je knie pijn. Dus goed, zorg dat je je knie goed kunt buigen. Dus je tenen helemaal dubbel gevouwen. Nu gaan we 3 om 1 en dan zet je af. Dus je laag, 2, 3 en zet af. Laag, 2, 3 en zet af. Oké, nog 8 keer. 2, 3 en zet af. Nog 7, 2, 3. Nog 6. Nog 5. 4. 3. De laatste keer. En dan stap je terug naar een hoge plank. En dan gaan we weer om en om je heupen laten zakken. Dus het gaat een beetje naar de zijkanten van je voeten, niet helemaal. Oké, dit doen we 30 seconden. Voet je navel in. Oké, doen we wat rupsje. Dus loop weer met je handen terug. En weer naar voren. En weer terug. En weer naar voren.
Nog 4 keer. Billen laag. 3. Laatste keer. Oké, goed zo. Loop je voeten naar voren. Kom rustig omhoog. En dan gaan we nu even je gewichten erbij pakken. Dus je hebt die 1 kilo gewichten. Of 2, 5, wat jij wil. Of 2 flesjes. Kom je staan. Je kan het ook zonder gewichten doen. Zorg dan wel dat je doet alsof je iets heel zwaars vast hebt. Dus knijp dan in je eigen hand. Dat helpt ook al. Oké, ga naar voren en dan opzij. Naar voren en dan opzij. Zorg dat je knie iets gebogen hebt. Je bekken naar voren. Je borst op. Telefoon, geloof ik. Ja. Sorry. Op. En meer. Nog 3. Nog 2. Oké, kom nu zijwaarts staan. Buig je knieën. Je rug is helemaal recht met je buik in. Ellebogen die prikken omhoog. En dan ga je onderarmen strekken en weer buigen. Strekken en weer buigen. Dus goed die buik inhouden. Knijp je knieën naar elkaar toe. Lange nek. Acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee. Oké, heel goed. Kom dan weer staan. En dan breng je je armen zo omhoog en dan duw je ze omhoog. Ellebogen langs je lichaam naar beneden. Langs, omhoog, naar beneden, omlaag. Schouders op, schouders laag, schouders. Schouders laag. Oké, nog 4 keer. 3, 2. Oké, nu breng je je ellebogen op schouderhoogte. Dan breng je ellebogen naar elkaar toe. Probeer echt die ellebogen aan te tikken. Voor en open. Voor en open. Dus voel hier die schouders. Buik in. Hou je bekken gekanteld in je borst op. Voor. Nog 8. En 7. Nog 6. 5. 4. 3. 2. Oké, en als laatste voor de armen. Breng je armen naar voren. En dan gaan we zo rondjes draaien. Alsof je een grote bus bestuurt. Rondje, rondje. Hou je heel goed die buikspieren in. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oké, heel goed. Doe je gewicht weer even aan de kant. En dan gaan we naar de buik. Dus kom liggen op je rug.
En je handen achter je hoofd. En dan gaan we... oh nee, sorry. Breng je handen onder je billen. Breng je benen naar beneden. Neer en op. Als het te veel is met gestrekte benen, dan buig je de knieën. Dus dat kan altijd. Dan tik je je hielen aan de grond. In principe zijn ze gestrekt. Goed je buikspieren inhouden. Nog 7. 6. 6. En hou je been hoog en dan gaan we je billen optillen. Dus kijk of je een beetje in de schouderstand kan komen. Op en neer. Op en neer. Haal hem uit bij het optillen. Nog 8, 7, 9. Dan gaan we het afwisselen. Dus naar beneden en omhoog. Naar beneden en omhoog. Neer en op. Dus je ademt als het uit. Als je een inspanning maakt. En nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En rol jezelf dan omhoog. Balanceer hier. En gaan we om en om. Niet in je zak steken. Je achterzak. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Rol naar achter. Kom omhoog. Balanceer. En 8. 7. 6. 5. Goed die navel in. Rol. En op. 8. 7. 6. 4. 3. 2, en rol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En nog 2 rondjes. Dus lift je borst, duw je zitbot de grond in. Laatste rondje. Oké, rol jezelf overeind en kom dan weer in het plankje. En dan breng je je linkerknie en kruis je naar je rechter elleboog. En probeer tussendoor je voet niet neer te zetten, maar hier van de grond te houden. Dus kruis en achter. Kruis en achter. Dus probeer je billen laag te houden. Alleen maar die ene kant voor. Nog 8. 7. 6. En de laatste. Laat heel even je knieën. Even je billen naar je hielen. Die is best pittig. Dan moet je even van bij komen. En kom weer terug. Dan gaan we naar de andere kant stappen. Naar een plank. En je rechterknie kruist die naar je linkerarm. Als het te zwaar is, kun je altijd je knie plaatsen. Dus hou je lichaam zo recht als je kunt. Voor nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Oké. Kom nog één keertje staan. Rol jezelf langzaam omhoog. En dan doen we hier nog 2
staande core en balansoefeningen, dus tegelijk. En dan beginnen we met een soort treurwilg, of ja, je noemt het willow in het Engels. Ja, treurwilg. Of de, ja, ik weet niet zo goed, schommelende wil gaat het zo noemen. Je komt op je ene voet staan, dan breng je je been omhoog. En dan, hier breng je arm omhoog en hier breng je armen naar beneden. Dus maak je lang, breng hier je been zo ver mogelijk omhoog, je armen naar beneden. Dus focus je blik op één punt. En voel je buikspieren hier. Hoe die je balans bewaren. Nog 4. En 3. 2. En naar de andere kant. Dus breng je gewicht op je rechtervoet. Je linkerbeen naar voren en naar achter. Doe je armen naar beneden. Als je naar achter gaat, je armen omhoog. En op en achter. Op en achter. En voel dus die buikspieren die nodig zijn om je been zo hoog op te trekken. Nog 8. Dus moet je echt concentreren, anders val je om. 4. 3. 2. Oké. Nu, dit is de laatste. Breng je je knie op. Je brengt je elleboog naar je knie. En dan breng je die voet achter. En maak je lang. Dat is wel een mooie oefening ook. Dus voel je ook mooi. En achter. Breng je knie op. En achter. Als het lukt, mag je het ook met gestrekt been doen. En achter. Gestrekt. En achter. Voel je ook weer die buikspieren. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. Oké, en de andere. Dus begin in ieder geval even met je knie, zodat je je balans eerst vindt. Elleboog naar je knie. En dan tik je achter. Dus elleboog en achter. Elleboog en achter. Zorg dat je hier echt uitstrekt. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2. Oké, dat was het weer voor vandaag. We gaan nog even stretchen. Even inademen. En uit. Adem in. En uit. Nog één keer. En breng nu je handen achter je rug. Strengel je vingers in elkaar. Lift je borst op. En je voeten mooi wijd. Kijk ook misschien op. Maar hou altijd je bekken gekanteld. Nooit een holle onderrug. En kom dan naar voren. Trek je armen door. En breng dan je handen naar je ene voet. En naar je andere. En dan weer in het midden. En rol jezelf langzaam omhoog. Duw nog even je elleboog naar beneden. Hou je borst op en dus je bekken naar voren. Dus geen holle onderrug, maar vlakke onderrug. En wissel de andere arm. Breng voorlangs je elleboog naar je toe. En wissel. En
Maak je handen in elkaar, maak een hele ronde rug met je kin op je borst. Strek je op en rijk om hem op. En dat was hem weer. Goed gedaan.